Hoi, ik ben Charissa Broekema, visagiste van Everyone Can Be a Model. En vandaag was de eerste uitzending van Everyone Can Be a Model Competition 2010 op Klein Curaçao. En ik zit hier met een van de twee finalistes, Aronette. Ja, fijn. Ja. Wat was voor jou de reden om mee te doen met Everyone Can Be a Model Competition 2010? Mijn grootste reden was, het was echt een uitdaging. Want je hebt de kans hier bij Everyone Can Be a Model niet de standaard lichaam hebben, dus niet 1,80. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus dan zeg ik ja, dus ik heb de kans om het te winnen. Dus dat was eigenlijk een van de redenen. Oké. En wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je door was? Ik was zo blij geworden, want ja, ik heb de hele week iedereen gevraagd om ja, stem voor mij, mijn vrienden, mijn familie. Dus ik was heel erg blij. Je hebt iedereen uitgeschakeld. Ja. Goed zo. Heb je wel eens eerder een fotoshoot gehad? Ja, ik heb wel een keertje fotoshoot gemaakt, maar het is wel een andere soort fotoshoot. Deze was echt met locatie, met strand en alles. En ik heb wel eerder gedaan. En wat vond je van vandaag, op Klein Curaçao? Het was heel erg leuk. Ik vond het heel erg interessant, want ik heb de stand geleerd. Dus ik vond het heel erg leuk, interessant. Ik heb mezelf een beetje meer gedurfd. En dus ik vond het heel erg leuk. Ja, goed gedaan. Je hebt je over je angst heen gezet. Ja. Wat betreft hoogtevrees en zo. Ja. Zeker. Wat vond je het allerleukste vandaag? Ja, toevallig is hetzelfde, dus ik vond het heel erg leuk bij de toren dat ik moest boven gaan en doordat ik een beetje angst heb, maar toch vond ik het heel erg leuk om te doen. Nou, gelukkig. Ja. Mooi. Zou je, zeg maar, na deze ervaring professioneel model willen worden? Ja, ik zou graag een professioneel model willen worden, maar ja, gewoon, ja, we zullen zien wat gaat gebeuren. Je weet nooit. En waarom zou je in december het notabele gezicht van Everyone Can Be a Model zou worden? Ja, ik denk dat ik toch een goede kandidaat ben. Oké, ja, ik denk dat ik de lokale samen heel goed kan representeren wat betreft uiterlijk. Oké. En wat zou je tegen de mensen willen zeggen die 30 april naar de tweede casting willen komen? Dat ze gewoon moeten gaan, want het is een hele erg leuke ervaring. Dat je moet gewoon durven, je weet nooit wat gaat gebeuren. Dus ga gewoon maar en ja, doe je best. Oké, dankjewel voor het interview. Oké, bedankt. En heel veel succes. Bedankt.